Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Bruce Harout. En deze week zijn we geweest naar de film Sleepless. Vincent Downs, you stole something from me. Met Jamie Foxx in de hoofdrol. Maries, vertel me eens over die ervaringen. Ja, ten eerste, ik werd er niet sleepless van. Dat zeg ik wel gelijk. Nee, niet sleepless, nee. Nee. We vielen niet in slaap, dat is ook niet zo. Dus het was een leuke actiefilm, maar zeer voorspelbaar. Dat vind ik wel even heel snel gezegd. Ja, even zonder dat we gaan straks wat dieper in op de film. Ja. Spoiler wat natuurlijk weer een zootje voor jullie. Maar voor de mensen die het niet gezien hebben, vraag ik me af of het wel de moeite waard is om überhaupt naar de bioscoop te gaan. Ja. Ik vond het meer een film die je gewoon op Netflix kan kijken. En, vroeger zou ik zeggen, hij hoeft voor mij een keer rechtstreeks naar DVD in plaats van dat hij in de bioscoop nog eerst uitkomt. Dus dat is een beetje de kwaliteit waar... Ja, nee, het is eigenlijk heel simpel. Het is een actiefilm die alle voorspelbare dingen die een actiefilm denkt te verwachten komen gewoon die uit. Die komen allemaal uit, ja. Ja, dus als je hem gezien hebt, denk je, nou, deze heb ik al 10 keer gezien. Ja. Alleen, hij heette anders en met een andere hoofdrolspeler deze keer, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat gaf wel een beetje gevoel. Dus, Ik denk in de jaren 80 was je origineel geweest, maar nu zijn we 30 jaar verder. Zeg ik, 35 jaar verder. Klopt, we hebben al 5 Die Hards gezien, dus ook daarin... Het is Die Hard met Jamie Foxx. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan was hij niet eens zo heel goed, Jamie Foxx, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij was geen John McClane, zou ik maar zeggen. Dus, nee, zeker niet. Nee, als we dat even kort en krachtig mogen zeggen, vind ik het niet waard om naar de bioscoop voor te gaan. Okay. Zeker niet. Ga maar een keer kijken als je op Netflix is. Ja. Wat voor cijfers heb je gegeven? Ja. Ik geef hem een 5. Toch een 5. Ik zat heel lang twijfel in 6 haalde, maar eigenlijk als ik nu goed nadenk, geen voldoende. 5. Nee, het was niet vernieuwend. Het was niet origineel. Ja, het was ook... Nee, een 5. Okay. Een 5. Ik ga met Maurice mee. Okay. Het is in, ik geef hem ook niet hoger dan een 5. Nou, dat is toch jammer voor die film. Voor die film al, ja. Oké, nou... Nou, goed, dan gaan we nu het hele zootje verpesten voor jullie. Ja. Dus we gaan nu eens even dieper in op de film, voor de mensen die hem al gezien hebben. En ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Oké, maar dus mensen, nu komt het spoiler alert. Spoiler alert, zet je YouTube uit, want gaan we het hele zootje naar de glamisale versie nog niet gezien hebt. Dus Maurice, stel hem af. 3, 2, 1. Hey, spoilers! Nou, wat natuurlijk, als je gewoon naar die film kijkt, die gozer wordt neergestoken in het begin van de film bijna. Ja, Jamie Foxx is hoofdrolspeler, wordt neergestoken. In de eerste 10 minuten heb je zo'n dikke wond hier, zeg maar zeggen. En dat is voor de komende 1,5 uur gaat hij daarmee rondlopen, zeg maar zeggen. Ja, en één keer heb je er hartstikke last van. En dan, ja, super veel last. Kun je er slecht tegen hem even inhalen, want hij net ontsnapt. Maar dan moet hij vechten tegen een kerel als die 2 keer zo groot zijn. Zo aan hem, en die klapt hij allemaal in de grond aan. En die gasten die pompen echt hard op die wond. Continu, bam, bam. Heel hard op die wond. Ja. En wat ik ook heel bijzonder vind, speelt zich af in een casino. Ja. Ik ben in een casino in Las Vegas geweest. Heel veel bewaking staat er. Als je één gek ding doet, komt gelijk politie binnen. Ja. Hier hele vechtpartijen, schietpartijen. Schietpartijen in een casino. In een casino. Nou, normaal zou echt een hele SWAT alles binnengerend zijn. Wat ons ook opviel, in Las Vegas is het eigenlijk altijd druk. Is nooit rustig. Maar nu hun op de straten reden daar in New York. Of in New York, in Las Vegas. Er reed niemand. Er reed niemand op de snelwegen daar. Het was heel... heel bijzonder. Het was wel s'nachts, maar dan nog... Ja. Moet het al een auto rijden, zou je zeggen. Ja. Nee, met hun reed niks. Reed er. Nee, dus de wegen waren vrijgemaakt. Of het kan zijn dat Trumps beleid zo snel heeft toegeslagen dat er geen toeristen meer zijn. Maar je zag nog wel even Trump Tower, zag je nog even in beeld. Ja. Dus ze denken dat even een beetje flyen met de nieuwe president. Precies, dat was echt... Nee, maar ik zit te kijken... Maar het viel me echt op hoe vaak die... Continu werd hij op die wond geslagen. En heel goed hard, goed geacteerd, goed hard werd ze op die wond. En continu heel veel last en hij liep er gewoon mee door. Dat voelde me zo tegen. Dat ik denk, jongens, nou wordt het wel leuwerder hoor. En het mag leuker was het ook. Het zijn ze andere shooter, hè? Zijn ze andere pakje deed hij aan. Zodat zijn bloedwerf niet te zien was, maar op een gegeven moment had hij weer. Ja. Ja, het was echt... het ging helemaal over drugs en de drugs die... Ze moesten de drugs maar krijgen en het ging maar niet en het ging maar niet. En het ging vervelen en het ging vervelen. Ja, daar bijten we namelijk wel dit. Kom op, man. En dat wat jong werd het de hele tijd ontsnapte weer. Dat het ook heel vaag was. Het was ook een beetje door... Zijn zoon die werd ontvoerd door de gasten, wat die wel natuurlijk die drugs... blackmailer, zal maar zeggen. Van ja, je drugs ooit en dan je zoon terug. Het ging allemaal veel te... Weet je... Ja, dus...
Het ging wel veel te ver, ging het uiteindelijk. Ja. Ja, uiteindelijk kwam zijn moeder, hè? Nee, zijn ex-vrouw. Ja, ook dat weer. Die dacht van, nou, ik elke keer als ik mijn telefoon heb, dan... waar is mijn zoon? Waar is mijn zoon? Weet je wat ik doe? Ik rijd naar het casino waar hij toevallig is. Ik rijd hem in de parkeergarage. Net op het moment dat ze met volautomatische wapens de hele kleren zo aan het schieten zijn. En toevallig komt hij, het is iets te voorspelbaar. Ja. Het kan niet meer. Voor deze tijd is dit zo'n film... Het haalt het niet meer. Nee. Het is niet meer... Het is kwalitatief gewoon niet meer deze tijd. Nee. En, wij verwachten meer. Wij verwachten meer mensen. Ja, oké. En ook met dat happy end. Dan is het hele gezinnetje bij elkaar weer. Iedereen wordt verrot geschoten. Ook hun. Dus wij hadden nog een stille hoop. Hij zei nog in de bioscoop. Maar niet zo. Nou, als hij nou toch dood zou gaan. Dan zou het misschien al wel eens een sessie kunnen worden. Ja. Maar hij ging niet dood. Want het zijn Amerikaanse films. Dus iedereen die kapot. Iedereen leefde. Nou. Ja. Dus nee, dat was jammer. En we hebben toch andere films al gezien eerder deze maand. Waar toch die anders waren. Niet zo eindigen. Dat is het nadeel als je een paar goede films gezien hebt de laatste tijd. En je krijgt dit soort films, supermatig, dat je denkt, jongens. Zonde weer van een middag eigenlijk. Maar ja, goed, toort erbij. Hey, maar gaan afronden, anders gaan we al zo meteen. Ja, dan gaan we zo snel weg. Ja, dat dat willen we niet. Zeg, doe ermee wat je doet. En we zien je de volgende keer. Ja. Ja, doeg.